Sojasaus is niet weg te denken uit de Oosterse keuken. Je kan geen wokgerecht of sushi maken zonder sojasaus. Maar Kikkoman sojasaus is ook een perfecte smaakmaker in tal van Westerse gerechten. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Vandaag maken we een paprika-tomatensoep die we op smaak gaan brengen met Kikkoman sojasaus. En we beginnen met de groenten aan te fruiten. Hiervoor hebben we een beetje olijfolie nodig. We nemen de fijn gesneden ui, de fijn gesneden paprika, we doen er ook wat fijn gesneden look bij, voilà. Dan nemen we ook een klein beetje van die rode pikante chilipeper, niet te veel want die is super pikant, maar die geeft wel een mooie uitgesproken smaak. En dan gaan we daar de verse tomaten bij doen. Voilà. We gaan er een klein beetje tomatenpuree aan toevoegen om de smaak wat op te werken en ook om de soep wat meer rode kleur te geven. Het is het moment om de groenten te bevochtigen met een beetje water. En dan gaan we de sojasaus daarbij doen. Sojasaus is een perfecte vervanger voor zout, voor bouillon en is daarbij perfect te gebruiken voor soepen. Hè. En nu moeten we de soep enkel en alleen nog 20 minuutjes laten koken. Maar ondertussen maken we nog een beetje zuur room aan met verse basilicum om de soep af te werken. We hebben hier van die verse, super heerlijke basilicum. Onze soep is klaar. Ze heeft 20 minuutjes gekookt. En nu gaan we ze mixen en door een zeef halen. We gaan de soep door een zeef duwen. En je ruikt de heerlijke aroma's van de groenten. En de Kikkoman sojasaus al. Voilà. Ik ga de soep nog even proeven om te verifiëren of dat ze voldoende gekruid is. Het is al overheerlijk, maar om ze nog een beetje te verfijnen, gaan we nog een klein beetje sojasaus van Kikkoman toevoegen om dat hartige effect te verkrijgen. In feite dat umami-effect. En umami is naast zout, zuur, zoet en bitter de vijfde smaak. We voegen nog een beetje peper toe. De crème van basilicum. En we werken nog af met een takje verse basilicum. Enkele druppeltjes Kikkoman sojasaus. En de soep is klaar. Als jullie deze soep willen namaken bij jullie thuis, surf dan naar Njam.tv of lees het in het Njam-magazine. Tot de volgende keer!